2009 alleen gingen er in Nederland 3 miljard van dit soort blikjes soep doorheen. En sindsdien groeit dat aantal elk jaar. We kennen natuurlijk soep uit blik of de poeders met het water. Maar sinds dit jaar is daar een nieuwe speler bij. Het heet 365 Soep uit Nieuwkijk. Het is nieuw, gezond en innovatief. Goedemorgen Rob. Goedemorgen. Hoe is het? Welkom. Ja, buitengewoon. Dank je. Jullie gaan een soeprevolutie beginnen. Hoe gaan jullie dat doen? Wij zijn er helemaal klaar voor. Wij hebben een high-tech machine ontwikkeld. We hebben daarnaast een hele nieuwe, duurzame ontwikkeling op het bereiden van soep ontwikkeld. En die twee tezamen gaan die revolutie aanpakken. Nou, 365 Soep heet het. Dit is het apparaat. Leg uit, hoe werkt het? Deze machine, die high-tech machine, die zorgt ervoor dat het werkelijk soep is. Met stukjes, of het nou groente is, of vlees, of kip. Dat wordt hier geserveerd door deze machine. Dat is nieuw in de wereld. En dat betekent dat we voedingswaarde, gezondheid, hygiëne, duurzaamheid toe kunnen voegen. Niet alleen het apparaat, maar ook de soepen zijn innovatief. Die worden hier ontwikkeld in de ontwikkelkeuken. Dit is het domein van Diederik. Diederik, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Goedemiddag. Prima, ja. Dank je. Dit is jouw domein. Hier worden alle soepen ontwikkeld. Ja. Jullie maken je eigen soepen, toch? Ja, zeker. Nee, we ontwikkelen al onze eigen soepen. En dat doen we op een unieke manier. We gebruiken daarbij zoveel mogelijk verse ingrediënten, zoals je hier ziet. Het verschil met alle anderen die dat doen, is dat wij dat op een koude manier doen. Wij mengen alles zo vers en zo koud mogelijk. En dan stoppen we het pas in een zak, in een staarzak. En dan sluiten we de zak en dan koken we het in die zak. Dat betekent dat als je in ons proces, als we soep maken, als we het soep bereiden, dan ruik je geen soep. Ja, dus als je ergens in de keuken binnenkomt waar het heel lekker ruikt naar soep, dat is eigenlijk een slecht teken, want al die geuren die uit die soep weggaan, zijn dan al verloren. Precies, want al die geuren die je daar dan ruikt, die ruik je dan niet meer als je die soep thuis openmaakt of die zak openmaakt. Die ruik je dan niet meer. En als dat in die zak gebeurt, dan blijven die smaken en die geuren dus allemaal behouden in die zak. Een soep met stukjes erin, dat kan natuurlijk niet door een heel klein gaatje. Dit apparaat moet innovatief zijn, aangepast zijn om zo'n soep te kunnen verspreiden. Ook wij hebben beperkingen. Hè? Daar gaat geen hele grote worst door de machine heen. Geen rookworst in de erwtensoep? Precies, maar er zit wel degelijk rookworst in de erwtensoep. En dat zijn allemaal kleinere stukjes, wat heel hoog gewaardeerd wordt door onze gebruikers. En wat deze machine zo uniek maakt, want dit is de eerste machine op de wereld die stukjes, die particles zoals ze dat in goed Nederlands noemen, ook kan serveren. Dus stukjes groente of kip of vlees, wat de klant ook graag wil hebben ten aanzien van de smaak. Waar moet dit apparaat komen staan? Wij denken in kanalen. En dan moet je denken aan business, de bedrijven, aan de scholen, een hele belangrijke. Maar ook aan de pretparken, aan de ziekenhuizen, aan de zorgcentra's. Er zijn een aantal partijen bij die natuurlijk ook heel kostenbewust moeten gaan werken. Er zijn een paar ontzettend goedkope opties. In de markt kunnen jullie daarmee concurreren? Wij kunnen en willen niet competitief zijn met wat eigenlijk niet in onze range ligt om het in centenwerk te zien. Hè. Dat is poeder met water gecombineerd, want daar kun je niet mee concurreren in de prijsstelling. Maar alles wat daarboven zit, daarmee kunnen wij heel competitief en op de juiste manier de concurrentie aangaan. Onze klanten van vandaag de dag, die maken die keuze. En wij hebben gewoon heel goed om ons heen gekeken en gekeken naar de markt. Waar vraagt die markt om? En dat is precies wat hier staat. MUZIEK